Nou, ik ben heel trots op jullie, want we hebben weer hele leuke dingen. Maar ik ga daar verder niks over zeggen. Want wij hebben iemand uitgenodigd en dat doen we elk jaar. En dit jaar hebben we Jan van den Hurk uitgenodigd. Voor velen bekend, voor sommigen misschien het helemaal niet. En hij gaat het openingspoortje doen. Dus ik zou graag Jan van den Hurk naar voren willen hebben. Jan? Jan? Oh, fantastisch! Oh, kijk een paard. Jeetje, mineetje. Mooi. Oh, kijk vlinders. Kijk hier vlinders. Fenne Denissen, dat is een vriendinnetje van me. Die heeft ook vlinders. Oh, wat zijn die mooi. Kijk. Alle vlinders op mijn hoedje. Wat doen jullie allemaal hier, jongens, zo laat? Je komt als geroepen, want Jan van den Hurk zou de opening doen. Ja, daar moet je niet op rekenen, daar weet ik alles van. Ja, maar luister eens, beste mevrouw. Openingen, daar heb je een gewichtig persoon voor nodig. En kijk nou zelf. Je kunt mij toch niet gewichtig noemen, of wel zo? Bij ons is iedereen gelijk, maakt niet uit. Nou, ja. Wat moet ik zeggen? Nooit te beroerd natuurlijk. Want wat weten jullie, zal ik eens iets verklappen. Ik ben een keer, heel moeilijk woord, incognito. Wie weet wat dat is? Ik ben een keer incognito wezen kijken hoe jullie bezig waren. Wat is incognito? Dat is dat je er bent en dat niemand je kent. Verkleed zal ik maar zeggen. Ja, ik ben toen gewoon als een of andere dorpeling ben ik daar geweest. En leuk dat dat was! Er werden zeepaardjes gemaakt van hout. En er werd geplakt. Ja, ik denk nou die arme Karin. Die heeft straks de stoelen aan de tafel zitten. Want die plak die lag overal op een gegeven moment. Maar leuk dat jullie dat doen zo. Kinderen moeten niet alleen achter een schermpje zitten van een computer of een tv of zo. Ze moeten toneel spelen kan bijvoorbeeld. Of materialen leren kennen. Creatieve dingen maken. En nou heb ik hier toch prachtige dingen gezien. Je moet zelf eens komen kijken. Wie zouden die gemaakt? Wie hebben die gemaakt? Zijn dit de kunstenaars? Nou, dan wil ik toch eerst graag van alle grote mensen hier een verschrikkelijk groot applaus voor al deze kunstenaars. Applaus. Ja. U dacht natuurlijk, ik vergeet er een. Nee. Maar het beste paard wordt altijd tot het laatst bewaard. Want degene die Kiku van de grond af heeft opgetild en neergezet, die haar huis wekelijks maandenlang tot een grote puinhoop laat omzetten door prachtig werkende kinderen, dat is niemand minder dan Karin. En een overdonderend applaus voor deze vrouw die dat allemaal voor elkaar krijgt. Dank je wel. Gefeliciteerd. Nou, dan brengen wij een toast uit op de expositie van 2015 van Kiku Kinderkunst. Onder leiding van die mevrouw hier naast me. En ik zou zeggen, proost, succes met de tentoonstelling. En dan verklaar ik hierbij de expositie voor geopend. Proost! Yummy! Lekker! Kan je ons vertellen wat je allemaal gemaakt hebt? Ja, een beetje. Ja, ik heb heel veel gemaakt. Een zeepaardje. En ja, van houtskool, een tekening die hier hangt. Van een schaar. En ja, die heb ik op school gemaakt. Die heb je op school gemaakt. En vond je het leuk om dat allemaal te maken? Ja, superleuk. En kan je iets van één ding uitleggen hoe je het hebt gemaakt? Ja. Dit is met houtskool en dan kan je dat eerst gewoon tekenen en daarna kan je uitvegen. En ja, dan kan je wel hele leuke dingen mee doen. Wat heb je allemaal gemaakt voor deze expositie? Een schilderij, een
stofjeskrans, een deken, En wat vond je het leukste daarvan om te maken? Heb je een voorkeur? Nee. Vond je het allemaal leuk? Ja. En kan je misschien van één ding uitleggen hoe je het ongeveer hebt gemaakt? Ik heb het geschilderd eerst. En toen heb ik stickers op zitten plakken. En toen is het een schilderij geworden. En heeft dat schilderij een naam of heeft het geen naam? Een elfje vallei. Dat is een mooie naam. Jij bent hier aan het rondkijken op deze expositie. En wat vind je er eigenlijk van? Ik vind het wel mooi allemaal. En ja, ik weet het niet. Ja. Ik vraag me wel af hoe ze sommige dingen gemaakt hebben en zo. Ja, want er hangt veel verschillend werk. En was je al eerder op zo'n expositie geweest? Of is het de eerste keer dat je al deze werken ziet? We gaan er ongeveer elk jaar heen. Wat heb je allemaal gemaakt voor de expositie? Schilderijtjes het meeste en verder niks eigenlijk. Hoe heb je die schilderijen gemaakt? Eerst hebben we daar bloemetjes op geplakt. En die hebben we met stift allemaal lijnen gezet. En hier eerst hartjes gemaakt en daarna strepen door. En daar hetzelfde, maar dan met de rondjes. Vond je het leuk om dit te maken? Ja. En wat vindt u van de expositie? Ah, ik vind het superleuk om te zien hoe creatief de kinderen zijn en... Wat er voor verschillende werken hangen, allemaal verschillende technieken die ze gebruikt hebben. Ja, ik vind het echt ontzettend knap en ontzettend leuk wat ze gemaakt hebben. Heel leuk, echt een aanrader. Dit is een zeepaardje en daar heb ik met een tang heb ik die allemaal geknipt en erop geplakt. En ja. En bij deze heb ik eigenlijk allemaal hartjes geknipt en toen heb ik die gevouwen. En die heb ik toen neergelegd en toen opgeplakt. En dat zijn twee bomen. En die heb ik als eerste met allemaal stukjes van folders en zo. Hebben die op een papier geplakt. En toen hebben we met een mesje zeg maar een figuur uitgesneden. En toen hebben we stukken erop geplakt. Vond je het moeilijk om deze werk te maken of viel het wel mee? Het viel wel mee. Maar je vond het wel leuk? Ja. En heb je sommige van deze werken bij Kiku gemaakt of heb je ze thuis gemaakt? Deze heb ik bij Kiku gemaakt. Een zeepaardje en heb ik ook bij Kiku gemaakt. Ik heb 6 dingen bij Kiku gemaakt. En andere dingen heb ik thuis gemaakt. Jij bent hier op deze expositie aan het kijken naar alle werken. Wat vind je ervan? Ja, wel mooi en grappig en zo. Ik vind het heel mooi dat mensen heel goed hun best hebben gedaan, denk ik al. Ja, je hebt al zo rondgekeken en alles gezien. En heb je er al wat knappe werken tussen zien hangen? Iets wat eruit springt? Ja, een van een oma en zelfportretten allemaal. Die lijken heel veel. Ja, dus zelfportretten vind je eigenlijk wel het leukst? Ja, dat vind ik het mooiste wel eigenlijk. En wil je zelf misschien ook een keertje meedoen of denk je liever niet? Eigenlijk wel een keertje.